Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag ga ik mijn koffer inpakken. Ik heb deze roze swimsuit in de grootste maat. Die is helemaal nieuw. Ik heb ook een hoes erbij besteld, zodat die beschermd wordt. En ik heb een aantal vlogs geüpload waarin je meer kan zien behind the scenes met vakantievoorbereidingen. Maar dit wordt gewoon echt zo'n koffer inpak video, wat ik altijd heel leuk vind om te maken en om te kijken. Dus ik heb hier alvast een paar dingen klaar liggen, maar nog lang niet alles. En dan gaan we kijken hoe ver ik kom met deze koffer. Daar is mijn liefste dog, die ik echt 3 weken mega ga missen. Maar daarom komt hij nog even logeren. Dat vind ik altijd heel gezellig. Ik ga een statief neerzetten en dan gaan we beginnen. Oké, ik ben een beetje overweldigd. Ik wilde eigenlijk dit als handbagage. Maar ik denk dat het toch niet zo handig is. Dus die ga ik dan in de grote koffer doen. Want dat past hier wel. Ik moet dit even los doen. En dan heb ik als handbagage niet deze shopper, maar gewoon mijn mini koffer. Ik dacht eerst, zou ik het redden zonder die mini koffer? Ik denk ook dat het op zich wel zou lukken. Maar van sommige dingen vind ik het gewoon niet prettig dat het dan in ruim bagage zit en niet in mijn handbagage. Zoals, ja, toch mijn tas of zo. Dat wil ik liever niet riskeren in het ruim. Maar hier ga ik gewoon alle kleding doen. Ik heb hier van deze packing cubes. Die zal ik ook linken in de beschrijving. Is echt heel handig. Deze wordt voor kleding, bikinis, ondergoed. Dan heb ik mijn stomers. Beetje extra. Maar ja, we gaan ook gewoon veel content shooten. En ik heb echt een aantal kleding items die gewoon gestoomd moeten worden. Wat ik vandaag vooral eigenlijk helemaal in orde wil hebben is het kleding, bikini, dit gedeelte. En dan dat de rest een beetje wat meer georganiseerd ligt dan deze ellende. Sorry, de ventilator staat aan. Daarom speel ik ook versneld af. Want anders heb je de hele tijd die herrie. Maar ik dacht heel eventjes toch met geluid. Ik heb dus 2 hoedjes. Deze is iets simpeler en kleiner. En deze is echt wel meer Ibiza-stijl. Dus ik denk dat ik deze meeneem. Want die zou ik ook in Nederland dragen. En deze misschien wat minder. Dus dan neem ik deze mee. En die hou ik dan voor Nederland. Normaal begin ik een stuk eerder van tevoren. Ben ik wat meer, ja, organized of zo. Ik ben een beetje chaotisch deze keer. Ik weet het ook niet. Ik heb hier shampoo en conditioner. En denk ik, ja, is dit genoeg voor 3 weken? Geen idee. Is dit genoeg voor 3 weken? Ook geen idee. Normaal ga ik een week. Ja, ik ga altijd een week op vakantie. En nu opeens 3, dus ik weet het allemaal niet. Maar dit is nachtcreme, BHA, cleanser. Dit is een serum. Dit zijn allebei dagcreme met SPF. Alleen deze heeft een klein beetje een, ja, een kleurtje, een kleine dekking. En dit is SPF 50, gewoon doorzichtig. Oh, 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 ik weet het allemaal niet deze keer. Ik heb even een andere aanpak gedaan. Ik ga eerst deze handbagagekoffer vullen om te kijken wat wil ik in mijn handbagage. En ik heb hier een bikini, wat extra kleding, pyjama, wat extra ondergoed. Mijn laptop moet ook in de handbagage, maar die heb ik natuurlijk nog nodig. Dus dan is deze kant eigenlijk al vol. Dan heb ik alleen nog deze kant. En wat ik hierin wil doen, dat zijn mijn tasjes die ik wil meenemen. Ik denk dat ik deze roze ook wel mee wil. En ik kan natuurlijk ook altijd nog 1 klein tasje omdoen. Ik denk dat ik deze meeneem. En deze. Maar dan doe ik deze om in het vliegtuig. Ik heb net een filmpje opgezocht van Transavia. Want eerst mocht je echt maar 1 stuk handbagage. Waren ze best wel streng op. Soms mocht zelf een klein tasje niet. Nou is dat mij altijd wel gelukt. Maar ik heb wel eens mensen gezien die dat gewoon echt nog erin moesten proppen. Maar het lijkt nu toch aangepast te zijn. Want je mag een trolley en je mag 1 tas. En ik heb even opgemeten. Het mag dus 40 bij 30 bij 20. En dat is deze shopper precies. Even denken hoor. Wat ik dan doe, is deze niet in de grote koffer. Dan is dit mijn handbagage. En dan doe ik
deze tas niet om, maar gewoon in deze tas. Sorry, normaal zijn mijn inpakvideo's veel meer gestructureerd. Oké, dit zou eigenlijk wel een stuk beter uitkomen. Als strandtas heb ik die eigenlijk ook mee. En hier heb ik dan plek om sandaaltjes in te doen. Ik heb dus nooit cash. Laatst had ik 20 euro, ik weet niet meer waarvan. Maar ik dacht, oh, dat ga ik bewaren voor Ibiza. Want je kan dus nog steeds niet overal pinnen daar. En als je geld wil pinnen, moet je 4 euro extra betalen uit de automaat. Dus ja, misschien is het niet genoeg, maar ik dacht, oh, dat ga ik wel bewaren. Dan heb ik ook nog mijn roze duikset. Deze heb ik van Wish. Of duikset, hoor mij. Snorkelset bedoel ik. Ja, dit is wel heel extra. Maar Mick en Anne gaan sowieso duiken. En dan ga ik denk snorkelen. Dus dan denk ik, ja, waarom zou ik niet mijn eigen gear meenemen? En ik ga deze Kiss Blush toiletten meenemen voor, ja, als toilettas eigenlijk. Dan heb ik nog dit Kiss Blush tasje. Die ga ik gebruiken voor nageldingen. Dus ik heb hier een mini gel-lock lamp. En mijn tools. Dus die gebruik ik daarvoor. En ik dacht, ja, ik kan nog zo eentje pakken uit mijn voorraad voor mijn make-up. Maar ik heb ook deze nog. Van Babe Smile. En ik dacht, ja, daar kan ik eigenlijk wel mijn make-up in doen. Oké, het is inmiddels avond. We hebben even gegeten en Lupin gekeken. Maar ik ga nu weer verder. Ik heb wel wat progress gemaakt in de tussentijd. Sorry, er is voetbal. Dat hoor je denk ik wel op de tv. Maar ik heb in deze case allemaal met haardingen. Dus shampoo, haarspray, een haarborstel, nog een kam. Dus dat zit allemaal hierin. Dan heb ik hier mijn sandaaltjes. Dat had je net al gezien. Hier zitten waterschoentjes in. Sinds mijn vakantie in Griekenland neem ik dat altijd mee. Nou, dan heb ik hier zonnebrand. Dit is dus mijn snorkelset. Hier is mijn hoed. En daar zit die stranddeken in het rondje. Dit had ik laatst in een action shop laten zien. Dat lijkt me heel chill voor in het water. Dus dat neem ik ook mee. En dan is hier de stomer. En hier kan natuurlijk nog wel wat bij. Maar ik vind het ook wel fijn om een klein beetje ruimte te hebben voor de terugreis. Want op een of andere manier is het terug altijd moeilijker om alles er weer in te krijgen. Of als je nog misschien wat gaat shoppen. Hier heb ik riempjes in. Dus dat is wel handig. En hier zou eventueel ook nog wat kunnen. Maar dan hebben we hier kleding. En ik wil dat, ik heb er even wat ingegooid, maar ik wil toch even iets beter kijken van, oké, ik heb dit broekje mee, maar met wat kan ik dit broekje dan aan? Dus dat wil ik eigenlijk nog heel even iets beter checken. Met jurkjes hoeft dat natuurlijk niet. Dat is gewoon prima. Kijk, dit topje ook. Echt heel leuk. Er zit ook al gewoon helemaal zo'n BH in, want soms heb je dan zo'n topje, maar dan, ja, dan moet je eigenlijk een BH eronder, maar dat staat dan lelijk natuurlijk. Dus deze is echt heel fijn. Dan heb ik hier bikinis en hier ondergoed. En ik moet ook nog wat extra ondergoed inpakken. Maar dat zit nog in de was. Dat ga ik trouwens zo even ophangen. Oh ja, ik had hier eerst alleen maar toilettas dingen en niet make-up. Maar ik heb ook make-up erbij gedaan, want anders past het niet twee tasjes. En het past eigenlijk gewoon in één. Hier zitten mijn kwasten in. Hier zitten de tasjes in, zonnebril, watjes, tandenborstel. Die zitten er nog niet in, maar dit is wel de ruimte die het opneemt. Dit is het hoesje. En mijn statief. Dan heb ik hier mondkapjes, oplader en die kleding. Dat had ik al laten zien. De koffers zijn ingepakt en ik ga straks de video editen. En morgen heb ik de lashlift en mijn coronatest. Mijn allereerste coronatest. Ik ben echt heel zenuwachtig. Oké, we zijn klaar. En dit was de video. En de volgende video zal een Ibiza vlog zijn.
Dus als je dat niet wil missen, vergeet dan niet te abonneren. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie jullie op Ibiza.